onze presidentsverkiezingen beginnen bijna en daarom ben ik hier om het land te leren kennen. Welkom in Frankrijk. Ik ben Noortje en de komende week reis ik van Parijs naar Marseille via de bekende vakantieroute Route de Soleil. En ik begin mijn reis precies hier voor de Notre-Dame. Want dit is Poissero de Route de France. En vanaf hier worden alle afstanden van Parijs naar andere steden berekend. Ik loop dus al een paar uur door Parijs en eigenlijk zie je nauwelijks iets van die verkiezingen. Behalve de kranten dan. Die staan er bomvol van. En dat is eigenlijk al maanden zo. Het gaat nergens anders over. En als ik die kranten moet geloven, dan zijn de Fransen eigenlijk allemaal hartstikke kwaad. Ze willen verandering. Ze zijn boos vanwege de Europese Unie, migratie, veiligheid. Est-ce que vous êtes en colère? Non, pas vraiment en colère, mais c'est sûr que la France a besoin de changement. Non, je ne suis pas en colère. Donc voilà, on a l'occasion de voter dimanche prochain et bon, on espère qu'on aura le grand changement qui va faire évoluer un petit peu l'économie de la France. Je pense que c'est important de rester dans l'Union européenne. Très important parce qu'il y a un grand danger de populisme actuellement et c'est crucial de voter pour éviter la montée des populismes en France. Je vais voter pour Macron.